Corona heeft ons leven op zijn kop gezet. Zaken die vanzelfsprekend waren, zoals een arm om je schouder en met het OV naar je werk, zijn dat niet meer. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst met corona eruit ziet. En hoe lang zullen er nog maatregelen nodig zijn om elkaar tegen corona te beschermen? Het virus legt een vergrootglas op alles wat scheef is gegroeid in Nederland. Hele normale dingen, zoals perspectief op werk en een betaalbare woning, zijn voor veel mensen onbereikbaar geworden. We willen meer respect voor mensen in de zorg, meer grip van de overheid op belangrijke publieke voorzieningen en goed onderwijs. Voor corona ging er te weinig aandacht en geld naar kwetsbare mensen die er vaak alleen voor stonden. Na deze periode willen we niet terug naar het oude normaal, maar naar een beter normaal. In de wereld na corona wordt rijkdom eerlijker verdeeld. We kijken naar elkaar om, helpen elkaar vooruit en steunen elkaar als het minder goed gaat.